Dag, mijn naam is Sivinia en ik zit hier met Jos Teunissen, eh, voormalig hoogleraar in eh, Maastricht en aan de Open Universiteit. Eh, staats- en bestuursrecht zegt hij. Staats- en bestuursrecht. Precies, en de aanleiding is het agenda arrest van de Hoge Raad. Daar zijn er zijn ook een van dingen over te zeggen en dat gaan we uitgebreid doornemen zometeen. Goedenavond, meneer Tennis. Uh, het is nu 15 januari uh, en uh, een kleine maand geleden kwam dus de Hoge Raad uh, met zijn onherroepelijke, denk ik, uitspraak. Ja. Uh, ja, wellicht kan het nog. Misschien kunnen we nog na wegen, na dan. naar Europa of zoiets, ja. maar daar komen we dan nog op. Maar in ieder geval de Hoge Raad heeft uh, kort voor kerst uh, besloten om uh, Urgenda, dus de actiegroep de Stichting Urgenda, uh, ook in cassatie uh, volledig gelijk te geven dus lagere rechters hadden dat eerder al gedaan... en de staat is naar de Hoge Raad gelopen... met het verzoek om dat te vernietigen in cassatie. Zo gaat het, geloof okay. ik. Uh, en dat is niet gebeurd. Uh, sterker nog, de Hoge Raad heeft het als het ware... nog een boost gegeven. Tenminste, dat gevoel heb ik erbij. Ja. Uh, die heeft uh, alles wat Urgenda gevraagd, gevraagd heeft... Uh, geaccordeerd. En de basis daarvan is eigenlijk... dat uh, uh, wat er gebeurd is... in de jaren 2010... namelijk dat eerst in 2020... 25%... procent uh, wat was het ook alweer, vertelt u het maar? Um, nou, de regeringen hebben afgesproken dat er uh, de CO2-uitstoot zou worden teruggebracht met 20%, en op de een of andere reden is dat 25% geworden. Ja. Het is nogal een raar hoe er hoog raad komt bij 25%. Ja. Maar dit is denk ik ook niet. Uh, nou, wat misschien toch wel belangrijk is: ja. is dat we hebben een kabinet gehad Balkenende 4. En dat was, dacht ik, min of meer om over die 25% in ja. 2020. Dat was er in die tijd nog een hele tijd, dus dat kon je ja. vrij makkelijk doen. En toen kreeg je na het kabinet Rutte 1, gedoogd door uh, Geert Wilders en zo, ja. misschien heeft dat een rol gespeeld. In ieder geval, die heeft de ambitie teruggebracht naar 20%. Ja. En in feite komt het er toch op neer dat de Hoge Raad met terugwerkende kracht zegt uh, dat wat Balken en de Vier zei goed was en wat, wat Rutte 1 zei fout was. Nou, wat men eigenlijk doet is, is uh, het VN-klimaatverdrag uit 1992. Ja. Er wordt gesproken over het terugdringen van uh, de CO2-uitstoot. Uh, ja. Er staat geen percentage in, maar uh, meer jaar in 2000, ik dacht in 2007, is uitgerekend, dan zou je toch minimaal 25% in het jaar 2020 ja. moeten korten. Dat is niet als bindende afspraak gelijk in het verdrag. Dat is, en, dacht ik, zelfs een comité, een ondercomité misschien ja. zelfs, van de IPCC, dus de, 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 de klimaatcomité van de Verenigde Naties, waar ze het altijd over hebben, over die 97% wetenschappers en, ja. uh, en dus een ondercomité of daaromtrend heeft dat dus toen gehad over die 20 en die 25 procent. Komt erop neer, hè? Als, uh, Net als dat uh, klimaatverdrag zelf, uh, geen resultatendoelstelling, maar een inspanningsverplichting. Ja. Dus wij proberen we streven ernaar naar om. Ja. Dat is natuurlijk wat heel vaak gebeurt. Dus dat staten willen zich niet. Je willen wel een engagement uitspreken. Ja. Wij willen dat graag, we streven ernaar. En als je daar een bindende verplichting van zou maken, dan zou dat niet afgesproken worden. Precies. Eh, maar daar, gaan we, ook, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ja. Want het zou best kunnen zijn dat als dit ja. soort bindende verplichtingen, zulke niet bindende verplichtingen verbindend ja. worden, dat staten dan zeggen, ja, daar beginnen we niet meer aan. Dan werken ze voor rechts. Precies. Maar laten we even naar... Ja. Nou, misschien is het aardig om te beginnen bij uh, met wat uw eerste specialiteit, denk ik, haast is in deze materie. En dat is, hoe kan het dat een club, een particuliere vereniging of stichting, zoals Urgenda, naar de rechter loopt? Eerst naar de gewone rechter, dan in beroep, dan ook in cassatiezaak bij de Hoge Raad. Uh, ja, die, die, die komen daar op voor wat zij noemen het algemeen belang. Ja. En dan kunnen ze gewoon, uh, als het ware, u en mij en, en de rest van Nederland vertegenwoordigen... Uh, en dan claimen zij dat zij het algemeen belang uh, vertegenwoordigen. En dat wordt dan erkend door de rechter. En die geeft er ook nog inhoudelijk gelijk. Hoe ja. is dit in vredesnaam mogelijk? Er uh, is in begin jaren negentig een wetsvoorstel ingediend. Heeft, in mijn herinnering heeft dat niet al te veel aandacht gekregen. Zeker niet in de gewone PINS. Ik had er nooit van gehoord, kan nee. En um, als ik de juridische commentaren hoor op het uh, lees over de agenda-uitspraken. De commentatoren hebben het er nooit over, over nee. artikel 300. Maar dat is wel de basis. In artikel 3, 305 van het wetboek. wetboek, Ik zal niet te technisch worden, maar er staat in dat een stichting of een vereniging die een algemeen belang behartigt, En dat het een algemeen belang behartigt, dat moet in de statuten staan. Dus je zegt bij maatig het, het algemeen belang. Je hoeft het alleen maar te pretenderen ja. dat ze het algemeen belang hand En dat die pretentie blijkt uit de statuten. Dat is voldoende. En daar staat er in en je moet er overleg plegen. Ja. Dus uh, Urgenda heeft een conferentie georganiseerd, dacht ik, in 2012, ja. dat is dan, kijk, we hebben geprobeerd om eruit te komen, uh, en we zijn er niet uitgekomen, dus dan ben je gerechtig zo'n procedure te starten. Okay. En dat, um, dat zijn, je komt dan op, zegt de wet, voor de gelijksoortige belangen van anderen, bij een algemeen belang natuurlijk zo, ja. per definitie alleen die anderen die zijn nooit geraadpleegd die gaan nee, je niet je niet nee. dat zijn alle burgers ja. mag ik nog even teruggaan dat, dat, dat artikel dat is 305 boek 3 artikel 305 a van het burgerlijk wetboek nou kijk eens aan, dat weet niet iedereen in het hoofd nee. maar dat is, daar, gaan, daar hebben we het in ja. dit, op dit moment even over ja, het was ook primair bedoeld voor collectieve acties bijvoorbeeld voor schadeclaims dus ja. het, uh, uh, daar hebben we de laatste jaren veel over gehoord. Schadeclaims die worden ingediend. Naar na, na een Amerikaans voorbeeld eigenlijk. Precies, ja. Precies. Maar er is bijgezegd, het geldt ook voor algemene belangen. Oké, okay, en, dat, en, en dat is natuurlijk echt vandaan gekomen. Tenminste, dat denk ik altijd: dat er ergens iemand uh, heeft bedacht dat dit moet, of dat het nuttig is of wenselijk is. En daar is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor geweest. En zo krijgen we dan een wetswijziging. Waar komt dit vandaan? Wie heeft ooit bedacht dat dat artikel 3, 305, ja. 1, whatever. Uh, dat, dat, dat deze wijziging in de, wet, in de burgerwetboek moest komen. Nou, het komt uit het uh, bestuurs- en milieurecht zou ik kunnen zeggen. Juist. Tot uh, middel jaren 90 was het in het bestuursrecht zo dat als er beroep open stond bij de kroon, als het meestal de regering, dus voor belanghebbenden, werden milieuorganisaties en andere belangenorganisaties niet gerekend tot de belanghebbenden. Oké. Okay. Dus ik kan me herinneren een uitspraak uit 1974. Waarin, uh, die ging over de Waddenzee, denk je boring in de Waddenzee. Daarin werd de Waddenvereniging niet afhankelijk verklaard, omdat ze geen belang werd geacht te hebben, alleen als je een particulier belang had. Okay. En daar is toen een actie uh, gekomen vanuit de Kamer, ik dacht dat het Erik Jurgens was. De, en van de, de eerst van de PPR, later van de PvdA. Ja. En die uh, vond dat je in het bestuursrecht ook als belangenorganisatie moest kunnen opkomen. En dat is toen uh, uh, ook geregeld in de wet, dat ja. uh, als belanghebbenden ook um, organisaties kunnen worden gerekend die voor een algemeen belang of een collectief belang opkomen, zoals milieuorganisaties. Ja, maar dat, is, dat komt dus uit de traditie en de geur en de tijd waarin de, de opkomende milieubeweging, ja. zou je kunnen zeggen, politieke medestanders kreeg, of misschien ambtelijke ja. medestanders kreeg, bij het, uh, bij het uh, vergroten van hun juridische rechten. Klopt ja. En in de jaren tachtig heb je die uitbouw van de milieuwetgeving. Ja. Um, en werden milieuorganisaties gezien als degene uh, die ervoor zorgden dat er uh, maatregelen werden genomen die nodig werden. Ze werden niet gerekend tot de good guys. Ja, je zag dat trouwens in dezelfde tijd natuurlijk verder ook dat allerlei milieuorganisaties die werden volledig gesponsord door provincies. En, ja. en, en die werden overal mochten ze meedoen met de inspraak. Ja. Dus ze moeten het een beetje in die tijd. In die zin is het ook eigenlijk een, uh, bijna logisch in de opbouw van deze rechten voor specifieke actiegroepen ja. dat uitgerekend Urgenda de grootste, hè, dus dat die pretendeert voor milieu en klimaat en zo te zijn, uh, dat die de grootste uh, succesvolle gebruikers zijn van dit artikel, ja. toch? Ik denk overigens dat wat er nu is gebeurd, het Urgenda-arrest, als Kamerleden dat geweten zouden hebben... Mm -hmm. Ik kan zeggen dat hadden ze kunnen voorzien. Maar uh, ze kregen waarschijnlijk een goed gevoel door, het door het, um, die mogelijkheid uh, te bieden bij de burgerlijke rechter. Ja. Um, maar als ze dit geweten zouden hebben, was trouwens maar één Kamerlid dat uh, tegenstemde. En dat was uh, Gert Schutte van de GPV. Precies, en de staatskundige weten zeiden dus ze toen ja, al. Dat werd ja. destijds gezegd. Het ja, dus ja. werd beschouwd als dus het geweten van, uh, van het ja. parlement. Had een principiële bezwaren tegen, daar had hij groot gelijk in. Ja, die, die hadden ze allemaal moeten hebben, eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. ja. Het, ik denk als dat wetsvoorstel twee jaar later was ingediend, 1996, waaide er een andere wind ook door de, uh, door de Tweede Kamer. Hij um, um, werd terughoudender met beroepsmogelijkheden. Ja, ja. Um, we hebben toen gesproken over het primaat van de politiek. Ik denk dat het. Als het er twee jaar later op zich dat de kans groot was geweest dat het ja. uh, niet had gehaald. Maar dit zat nog in, de, in die storming van de jaren 80, begin jaren 90. Ja. Maar, dus nog even om ons te bepalen tot, tot dit element. Ja. We hebben dus in de Nederlandse wet, het burgerlijk wetboek, een bepaling waardoor iemand die een stichting opricht, ja. of die met zijn vrouw of met zijn buurvrouw een stichting opricht of een vereniging, dat die kan zeggen, we moet wel even in de statuten staan, dat die ja. het algemeen belang dient, dat die gewoon namens u en mij naar de rechter kan gaan en zo de regering kan dwingen om het beleid te dat veranderen. Goed. En daar kun je voor zeggen, het, is, het past niet in het privaatrecht. Want of jij een procedure of niet start, voor je, om voor je eigen belangen op te komen bij de burgerlijke rechter, dat moet je zelf weten. Dat is je, je autonomie. Niemand kan jou dwingen om een procedure te starten. En nee. Je kunt zelf bepalen wanneer die procedure st uh, stopt. Alleen wanneer je onder curatelen staat of je bent niet volwassen, dan kunnen anderen voor jou je belangen behartigen. Het is heel raar dat een organisatie die pretendeert voor jouw belangen op te komen, voor jouw belangen opkomt, beweert voor jouw belangen op te komen bij de ja. burgerlijke rechter. Terwijl je nog niet eens van wat weet. Je weet niet eens dat het gebeurt. Ja. Misschien ben je er nou, nou, mooi op tegen dat jouw belangen worden behartigd. Precies. Het is toch buitengewoon, buitengewoon merkwaardig. Ja. En dan de, de, de kwestie van uh, de, de democratische rechtsstaat, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar is uh, strijdig met de uitgangspunten van ons burgerlijk recht? Je moet zelf weten of je dat doet. Ja, van een uh, bizarre schoonheid. kun je bijna zeggen dat, uh, dat het grootste succes tot dusver uh, van iemand die gebruik maakt van dit, uh, dit uh, artikel uit het burgerwetboek ook een milieuclub is, een klimaatclub weliswaar, uh, te weten, een agenda. Uh, hebben wij ook in andere landen eigenlijk eh, artikelen die hierop lijken? Ik zeg, vraag dat natuurlijk ook om een tweede reden. Namelijk, eh, er wordt verondersteld dat deze uitspraak van de Hoge Raad eh, ook in andere landen van toepassing zou kunnen zijn. En dat dat dan de hele wereld over gaat. En dat overal regeringen opzij worden gezet door rechterlijke instanties die dan eh, de, de regering dwingen tot klimaatbeleid. Maar ja, daarvoor heb je wel dat artikel la, ja. dat merkwaardige artikel van ons nodig, hebben andere landen dat ook? Um, dit artikel is, is ontleend aan de Amerikaanse regengeven in de class action, mm -hmm. um, die overigens alleen maar kan worden aangespannen als al diegenen, dus als jij voor anderen, andere belanghebbenden opkomt, denk in een uh, financiële aansprakelijkheidsstelling, een zaak, zoals we hier in Nederland pakken gekend hebben. Dan moet je wel die belanghebbenden moet je polsen yes. en die kunnen laten weten dat ze bezwaar hebben. Mm -hmm. Um, daarnaast, Kent Amerika, dat vond ik ook heel merkwaardig dat dit is geëindigd op de class action, ook de, de publiek belang actie. Mm -hmm. um, maar dat je voor een algemeen belang opkomt, uh, zonder dat mensen. Kijk, toen ik geschreven werd, werd gedacht aan acties van een um, um, omwonende vereniging die zich verzet tegen de uitbreiding van het vliegveld. Ja. En werd daar gedacht. Er werd niet gedacht aan. Ik, ik kan me daaruit, uit. Aan, aan, de, aan een hoofdtak nee, van het regeringsbeleid. Nee, nee. Er werd gedacht aan een, een, een omwonende club, de Vereniging Uitbreiding Vliegveld Beek, kan ik me ja. voorstellen. Ik woon zelf in zuid limburg Die zich jarenlang heeft bezig gehouden met de uitbreiding van Vliegveld Beek. Yes. Men zegt daar tegenwoordig vliegveld. Hm? Airport, um, Maastricht, Aachen, maar nu ja. vliegveld Beek. Ja. Um, Waar ging het eigenlijk over? Er ja. is niet gedacht aan dit soort landelijke acties. De klimaat was natuurlijk ook een vrij nieuw ding. Die ding ja. En klimaat is niet alleen landelijk, het klimaat is wereldwijd. Ja. En wat zien wij nu, er is nu een uitspraak gedaan dat het kabinet. Uh, het kabinet heeft in feite op gereageerd. Hè. Ja. Er is al een kolencentrale in Amsterdam dichtgegaan op grond van de mm agenda. -hmm. Mm -hmm. uh, maar het gaat, dus die gevolgen zijn wel lokaal of nationaal, maar. De, de doelstellingen zijn eigenlijk uh, niet alleen uh, landelijk, die zijn niet alleen internationaal, Europees, nee, die zijn wereldwijd. En uh, ja. ik geloof ook dat de Hoge Raad op dat punt iets zegt. Hè, die zeggen, uh, die die erkennen dan uh, dat uh, het een, een mensenrecht is om op te komen voor de belangen van zo'n soort weer. Ja, uh, um, dat verdrag klimaatverdrag in 92 en ook die doelstellingen, uh, 50 reductie in. Ja zijn Dus geen bindende uh, verdragsbepalingen nee. daar kun je niet beroepen. Je kunt niet, uh, landelijk niet beroepen op tussen Nederland niet op uh, niet, uh, niet bindende uh, verdragsbepalingen. Nee, hulp, als het heet rechtstreeks binnen de verdragsbepalingen, wat heeft het gerechtshof en later de Hoge Raad nu gedaan? Die heeft um, ik heb het zelf juridische alchemie genoemd. Ja, die heeft um, dat ondergebracht onder het mensenrechtenverdrag. Juist. Yes. Het Europese verdrag van de rechten van de mens. Het recht, recht op leven en het recht op, uh, ja. op gezinsleven. En die bepalingen zijn wel rechtstreeks bindend. Juist. Dus uh, je brengt eerst een niet-bindende verdragsbepaling onder, onder een wel-bindende mensen die het niet dagelijks volgen. In feite komt het erop neer dat, de, dat dingen die bij, bij de Verenigde Naties vandaan komen, ja. uh, over het algemeen een, mooie doelen zijn en een soort inspanningsverplichting. Ja. Vaak, maar niet altijd. Maar niet per se bindend, ja. toch? Ja, het, het, het vrouwenverdrag waarom het ging in het uh, SGP, in de SGP-zaak, was wel uh, rechtstreeks. Oké, okay, maar om het even heel simpel te houden: ja. en ook klopt het niet helemaal. De Verenigde Naties gaat over grote dingen. Maar het, is niet per se, maar het is niet per se bindend. Ja. Maar wat veel bindender wordt, als je het in Europa haalt, dan hebben we het niet over de Europese Unie, dan hebben we het over de Raad van Europa. Ja. En de Raad van Europa die heeft, de, de, heeft het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Ja. En de uitvoerder van dat verdrag dat is het gerechtshof van Straatsburg. En de, die houdt zich bezig met mensenrechten en die vat de mensenrechten over het algemeen nog wel eens een beetje breed op. Is, klopt dat? Nou, dat valt mee. Die, um, die treedt vooral op. Heel activistisch. Dus je zou, als je mensen moet beschermen. Ik zal er zo dadelijk iets over zeggen. Ja. Dan juist niet, maar juist, waar, um, bijvoorbeeld ging, uh, ik ken zo'n zaak die dat ging over het kiesrecht voor gevangenen in Groot-Brittannië. Ja, dat is een klassieker, hè? Ja, dat is een klassieker, ja. Um, dat is gewoon politieke uitspraak van het Hof geweest. Ja. Dat uh, niet toekennen van het kiesrecht aan gevangenen dat dat strijd is met het Europees, met het EVRM. Ja, het Europees Verdrag um, voor de Rest van de Mens. Ja. Maar bij dat um, Mensenrechtenhof, uh, op een gegeven moment lagen daar meer dan 100.000 zaken. Um, en voordat een zaak in behandeling wordt genomen wordt eerst gekeken of die ontvankelijk is. Dat is een heel, een beetje een wazig proces. Slechts op minder dan 1% van alle zaken die er binnenkomen worden ontvankelijk gehaald. Ja bepalen eigenlijk zelf. Ontvangelijk betekent dan dat degene die naar Straatsburg komt met ja. een verzoek eh, dat hij recht heeft om die vraag te stellen, eigenlijk. Toch? Dat het in behandeling wordt genomen door het ja. hof zelf. Dus dan is er één rechter die kijkt, dat, die, die kijkt wat, of het interessant genoeg is voor het, voor het hof. Ik heb dat onlangs zelf. Ik had zo'n eh, zo proefprocedure bij het eh, recht en later bij het hof. Dat is heel simpel. Het nou, wordt verstaan met de mededeling. In Nederland kent de behoorlijke rechtspraak. Dus uh, het is verdedigbaar, uh, u bent niet afhankelijk. Dus een heel beperkt percentage wordt afhankelijk geacht. Ja, maar voor, de, maar voor de, die zaak van die gevangenen die geen stemrecht hadden, dat, en, dat, werd, dus, dat werd, zeg ik een beetje agiterend. Uh, werd inter, een interessante zaak gevonden in ja. Straatsburg om daarmee in feite te zijn. Dat is de irritatie, ja. denk ik. Dat maar het is een beetje het expanderen van, 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 van recht, of niet? Of zegt of verkeerd? Dat is, um, treed je dan, de vraag treed je dan beschermend op en ja, treed je actief op. Ik vind dat. Dus je doet dan uitspraken die in het politieke domein eh, eh, komen. Ja. Ik vind dat het zo, zo hoort, zeg je dan als rechter. Ja. En dat breng je onder mensenrechten. En als we dan teruggaan op die agendazaak, mm -hmm. wat Hoograad heeft gedaan, brengt eerst... Klimaatdoelstellingen onder uh, 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 het Europees Verdrag, dat het de rechten van de mens, uh, binnen de bepaling artikel 2 en 8. Dan is de tweede stap. Onze grondwet zegt dat als de toepassing van nationale regelingen strijdig is met het mensenrechtenverdrag, moet die nationale bepalingen buiten toepassing blijven. Anders Al eigenlijk... zegt dan het gaat dat het mensenrechtenverdrag is bepalend en niet onze ja. eigen wetgeving en onze grondwet buiten toepassing blijven. Dus yes. als het is een beschermende functie, als er, iets gebe, als er een besluit is genomen dat de strijd is met artikel, in strijd geacht, met artikel 8, althans de achterliggende regeling, wordt dat besluit berust, wordt in strijd wordt geacht met, uh, met artikel 8, dan, wordt, dan, moet, dan luidt de conclusie, die regeling moet buiten toepassing blijven. En dat betekent dus dat het besluit niet genomen kan worden. Maar de beschermende functie, dat is dus een negatieve functie, zou je kunnen zeggen, van mensenrechten. Nationale bepalingen moeten in bepaalde gevallen buiten toepassing blijven. Wat er hier gebeurt is dat, um, dat er een verplichting wordt gebaseerd op een mensenrechtenverdrag. Dus die verplichting, dus dat, weer even terug naar de precieze dingen, die, die bepaling over dat we 25% CO2-reductie moeten hebben in 2020, dit jaar dus... Uh, die zou je af kunnen leiden uit wat de Verenigde Naties een jaar of vijftien uh, geleden heeft bedacht. Ja. Alleen dat was nooit verplichtend. Wat het, de Hoge Raad nu doet, is gebruikmakend van de Mensenrechtenhof in Straatsburg, om te zeggen, of van de Europese Verdrag van Recht van Mens, ja. om dat via die Straatsburgerroute route alsnog bindend en verplichtend ja. te maken. Daar komt het op neer, hè, toch? En de Hoge Raad gaat verder dan de, 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 het en het Hoge Raad en, en het Straatsburg zelf. Maar verder dan de, hoog, dan de grondwet letterlijk toestaat. Ja, Want de ja. grondwet heeft het over buiten toepassing gelaten. Oh ja. Er is hier geen nationale regeling die buiten toepassing nee. kan worden gelaten. Dus dat, hier regeling. vliegt de Hoge Raad uit de bocht. Maar vliegt de Hoge Raad ook al niet uit de bocht bij het feit dat zij uh, verder gaan dan Straatsburg eerder gedaan heeft. Het Mensenrechtenhof heeft toch nooit klimaatbindende, zelf ooit bindende klimaatmaatregelen nee. tot mensenrecht verklaard? Nee. Dus de, 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 de keren dat het uh, Mensenrechtenhof bepaald dat de maatregelen moeten worden getroffen die hadden betrekking op hele concrete situaties. Ja. Um, het gerechtshof in Den Haag noemde vier voorbeelden, vier arresten. En dan ging het bijvoorbeeld over mensen die in Turkije op een vuilnisbelt wonen. Maar mm -hmm. dus een gezondheidsschade lopen en dan is er een ploffing op die vuilnisbel <coughs> Al die casuïstiek uit de jurisprudentie van het Europees Hof van de Rechter van Mens. Die gaat over concrete gevaarssituaties, concrete ja, ja, ja. locaties, concrete mensen die gevaar. Eh, waarvan je zegt, ja, daar moet de overheid optreden. De overheid had iets moeten doen ja. tegen die gevaarlijke uh, situatie. Maar in dat de... is natuurlijk in dit specifieke geval van urgenda totaal belachelijk. Ja. Uh, uh, want dat zou betekenen dat als wij, als de Nederlandse regering niet 20% reductie, uh, sorry, niet 25% reductie van CO2 in 2020 doet, maar ja. 23%, ik zeg maar wat. <coughs> dat de Nederlandse regering dan de Nederlandse bevolking in gevaar zou brengen. Dat is de suggestie die ze kregen, ja. toch? Terwijl we allemaal weten dat het enige effect is dat het misschien een heel tiny bit ja. effect heeft op het weer in de hele wereld, maar niet op Nederland specifiek. En als de Nederlandse regering, <coughs> nee, als de Nederlandse regering iets wil doen ter bescherming gegeven van het klimaat, <coughs> dan moet de Nederlandse regering dijken bouwen, eerder ja. zou ik zeggen, dan naar zijn presentatie <coughs> kijken. Nou, wat u, wat u nu zegt, <coughs> um, de bestaande jurisprudentie al betreft op bescherming concrete mensen op concrete locaties. Dit gaat wat de Hoge Raad doet, wat de geesthoofd doet en vervolgens de Hoge Raad, dat is dat uitbreiden tot een hele bevolking. Just. Een heel land, niet de concrete situatie, een hele bevolking in een ja. heel land. En dan uh, uh, na, uh, voorschrijven dat de maatregelen getroffen worden. <coughs> Wat alleen maar relevant kan zijn als de hele wereld dat doet. Ja. Als, de voorgeschreven, als de voorgeschreven reductie in Nederland, als, die, als, als dat zou gebeuren van 25%, dan is dat, als dat alleen in Nederland gebeurt, ja. onmeenbaar. Maar hebben... dus, dus de Hoge Raad gedraagt zich ook nog een soort gidslandhof. Ja, ja. Van, van wij gaan voor en de rest van de wereld moet ons volgen. Ja. Andere ander, ander hoort te volgen. We hebben zo gelijk. We hebben de waarheid in pacht. Ja. Het, is, het staat vast. Het heeft geen zin meer dat het parlement uh, daarover beslist. Want dat, heeft, dat kost alleen maar tijd, tijd erover. Er moeten maatregelen worden getroffen, welke maatregelen er worden getroffen. En Altijd maar die 25, 25% in 2020. Dat is alles bepaald. En, en het, heeft, we weten, het heeft alleen zin als de hele wereld het doet. Ja. Maar de hele wereld die gaat volgen. Hij ja. moet dan een voorbeeld geven. Maar Waar komt deze, deze hele mindset van zo'n zo hoge raad, van zo'n hof... het hoogste hof in Nederland in dit punt... waar komt die vandaan? Ik bedoel, ze moeten toch zelf ook zien dat ze op de stoel van de, de regering... de stoel van de Tweede Kamer uh, gaan zitten. Ze moeten toch ook zelf zien dat dit... Uh, kan leiden tot discussies die uiteindelijk uh, helemaal niet aangenaam zijn voor de Hoge Raad. Nou, de, Hoge, de Hoge Raad stelt haar eigen positie uh, um, van hoogste rechters, zeker van hoogste rechters, mag je verwachten dat ze wijs zijn? Ja. Een rechter, rechter breng je in verband met wijsheid. Dit mm. is geen wijze beslissing. Nee. Een hele arrogante beslissing is dit. Uh, hoe arrogant is het dat je denkt de wijsheid een pacht te hebben, dat om te beginnen? Ja. Um... Want wat in zeggen, zegt, als, als Nederland, uw regering, als u niet uh, dit jaar, hè, wat is het is, ja. Paul voor Kerst kwam dus binnen een jaar uh, precies die 25 haalt, dan brengt u de, de Nederlandse bevolking in gevaar. Ja. en en impliciet de de rest van de wereld ook, of daarom zijn manier, maar in ieder geval een, een vergaande en aanmatigende conclusie ja. op een terrein waarop je niet zou denken dat een hoge raad überhaupt over vaardigheden en kennis bestaat beschikt. Het is arrogant en naïef. Ja, dus um, en de mindset. Ja, um, deze echter zijn uh, heb ik gestudeerd in de jaren 70 waarschijnlijk. En dat um, toen vierde het. Um, ik kan me dan nog goed herinneren, neo-marxisme, neo-marxistische denken. Ja. Um, denken dat je de waarheid een pacht hebt, dat moet worden afgedwongen. Juist. Uh, die waarheid, en je kunt je misschien nog herinneren, begin, uh, dat er begin jaren tachtig um, die demonstraties waren: kernwapens, de wereld uit, te beginnen, ja. te beginnen uit Nederland. Ja, want Grieksland zijn we en moeten we blijven. Grieksland zijn we en we weten zeker dat we gelijk hebben. Ja. Er is geen twijfel over mogelijk. De, heer, de hele wereld zal moeten volgen, want dit is zo, zo voor de hand liggend dat dit gebeurt. Dat kan niet anders. Nee. En dit, dat maakt deze uitspraak ook, ook, zo, ook zo arrogant en naïef. Ja, En, 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 en nu weten we dat, uh, dat meneer Spier, die Jaap Spier reden, geloof ja. ik, die was advocaat-generaal, dus, ja. dus zeg maar de adviseur van de Hoge Raad, uh, een van de adviseurs, en die heeft uh, een jaar of vijf geleden uh, al in het groot interview in uh, de Groen Amsterdammer, uh, ik zou zeggen, uh, een bekentenis afgelegd, vrijwillig, uh, die zei namelijk dat uh, de rechtbank, dat de rechters en misschien de Hoge Raad ook, dat die uh, een breekijzer moeten, ik geloof dat hij zelfs dat die ja. term ook gebruikt, een breekijzer, met name in die klimaat, de kwestie dat, dat stijgt uit, zegt hij direct of impliciet, stijgt uit boven de rechtsstaat en de democratie, is van het zodanig ja. belang dat de rechters zelf... Uh, voor moeten gaan ja. in het uh, vestigen van de, de, nou, noem het maar, de klimaatdoelen, uh, daar komt het erop neer. Ja. Ik zeg dit ook nog een keer met zoveel nadruk, omdat dit is bekend. Ja? Dus de, de, anders gezegd, de Hoge Raad. Uh, maar was al kwetsbaar op dit punt, gegeven het feit dat een advocaat-generaal al een uitgebreid een, 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 doekje, een boekje open had gedaan. Ja. over het feit dat hoe daar binnen de Hoge Raad, over die van in zijn omgeving, over werd gedacht. Maar dat hebben ze kennelijk ook uh, gewoon meegemaakt. Hebben ze het niet mee willen nemen of dat vinden ze gewoon, toch? Ja, en waarschijnlijk uh, was hij ook volledig eens met uh, de advocaat van de Agenda. Mm -hmm. Die had het een uh, uh, boek dat hij geschreven heeft in 2011, 2012. over de noodzaak tot het uh, onderkuren telestellen van de democratie. Ja. Denk je dat je de waarheid in pacht hebt? Um, en Urgenda zegt dat zelf trouwens ook. Hè? Ja. Dus de, de Urgenda bestaat eigenlijk uit twee personen: dus mevrouw ja. Minnesma en meneer Rotmans. Die hebben dat samen opgericht mm. en die, die zijn dus het algemeen belang, althans in deze context. En meneer Rotmans die, die zegt, die ook hoogleraar is in de transitiekunde of daaromtrent in Rotterdam. En meneer Rotmans die zegt, bij enige voor, ja, hij zegt het vaker dan eens in ieder geval, dat ja, eh, dat een verlichte dictatuur eigenlijk het beste is. Uh, voor, is, ja. voor de door de doorjassen van de klimaatwetgeving uh, en de klimaatverdragen en de ja. klimaatdoelen. Uh, dat zegt hij gewoon. Dat, ja. uh, dat getuigt niet van een grote uh, gehechtheid aan de democratie en de democratische rechtsstaat, zou ik wel eens zeggen. Het is natuurlijk van een bizarre schoonheid dat uitgerekend deze actiegroep en deze opvattingen bij de Hoge Raad van ook, gelijk krijgt. En, uh, en niet alleen gelijk krijgt, nee, de, de opdracht meegeeft aan de regering en de staat-generaal. Om, uh, om democratie of niet uh, ja. deze doelen uit te voeren? Nou, u kent waarschijnlijk die, ik denk vaak, er is een, dus een uitspraak van Goethe, Miet en weg uit Zweifel. Met mm -hmm. andere woorden, um, lieden die de indruk wekken dat ze alles zeker weten, die weten niet zoveel. Mm -hmm. je, je weet alleen maar dingen zeker als je weinig weet. Mm -hmm. Als je weinig weet, weet je zeker. Toen ik begon met mijn werk, ik uh, 44 jaar geleden was dat. Wist ik meer dingen zeker dan nu? Ja. En dus als je. je verdiept in bepaalde zaken. je hebt wel bepaalde zekerheden gekregen. je weet hoe dingen ontstaan. je gaat ook meer twijfelen. Of, maar dan zou het dus doen. inderdaad in de lijn liggen van de hoogste rechters. de meest ja. ervaren, misschien ook de oudste rechters. Ja. Uh, dat die. Uh, meer twijfel in hun optreden zouden leggen. Ja, in plaats precies. van deze jeugdige onbevangenheid. Uh, de, de jeugdige bevangen. onbevangenheid, ja. ja. Dat uh, die. Uh, ik zag aan de Universiteit uh, Radboud, uh, aan de Universiteit uh, Nijmegen, Radboud. Ja. Uh, begin jaren 70. Ook bij de jeugdigen die uh, Neo-Marxisme aan, aan het uh, ja. bepleiten. Maar, uh, ja. Overigens zit ik te bedenken, uh, en ik ben niet de eerste die dat bedenkt, dat als wij dat merkwaardige artikel in de Burger Weddoeg hebben waarbij iedereen, u en ik, ja. de buurvrouw, uh, kan bedenken uh, dat wij het algemeen belang dienen. Uh, dan kan dit natuurlijk ook tot tegenreactie leiden. Dus sterker nog. Ik zag dat uh, in het zuidoosten van Friesland een milieuactiegroep, dus dat we zeggen Natuurbeweging Friesland, is naar de rechter gegaan en heeft uh, met, verzet, sorry, met succes zich verzet tegen de aanleg van een gigantisch uh, zonneweidepark, ja. afgevoerd tegenwoordig dat men noemt in de gemeente Ooststellingwerf, geloof ik. Uh, nou ja, kijk, uh, dat is een precedent zou ik haast zeggen. Als die actiegroep dan gewoon doorgaat, en die gaat nu, uiteindelijk uh, naar, de, naar het gerechtshof of uh, als het nodig moet lijken naar de hoge raad en die zegt van ja het is tegen de mensenrechten dat de hele, al ons, onze hele omgeving wordt volgelegd ja. met, uh, met zonnepanelen uh, dan zou dat, dat in theorie uh, ook moeten kunnen dat die gelijk krijgen en in dat geval ging het zou ik denken om rechtsbescherming concrete situatie mensen die in hun concrete belangen worden aangetast dat is, nou daar, daar is een rechter voor. Een rechter is er niet voor om te bepalen wat nee, hij wil. Dat begrijp heeft, ik, maar toe. ik zit nu even te denken: van ja. wat kunnen we nog aan fijne en, en, en explosief materiaal tegenkomen. Ja. als mensen nu ontdekt hebben wat dat burgerwetboekartikel 305-1 of ja. whatever. dat kun je voor alle mogelijke doelen gebruiken. Dus de vissers kunnen ook nu, wat zeggen die vissers? hebben zelf een eigen belang. Uh, maar die kunnen ook zich uh, namens het Nederlands belang eventueel naar de rechter gaan en zeggen: jongens, je gooit de hele Noordzee vol met windmolens. Uh, dat is tegen het belang van de Nederlanders in het algemeen. En van ons, uh, ons als visser in het bijzonder. Ja. Uh, uh, dan krijg je een hele fijne uh, uh, rechtsgang. En met contrasterende uitkomsten. Hoe gaat ja. dat? dat kan toch? Daar hebben wij onze democratie voor. Zou je denken. Ja. Dus de, de, de gedachte van een democratie is een democratische rechtsstaat. Niemand heeft de, 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 de waarheid en pacht... Er ja, zijn een paar dingen die we zeker weten. Dat, uh, wij, dat zijn de grondrechten onder andere. Niemand heeft de waarheid in pacht. Nee. In tegenstelling tot een, uh, de Sovjet-Unie, die dachten dat ze de waarheid in pacht hadden. Mm -hmm. ja, een monistisch stelsel, wij ja. weten hoe het zit. Ja. En um, een geleide democratie werd gedacht. Maar in een democratische rechtsstaat wordt dat overwogen, afgewogen. Alles wordt afgewogen tegen de uh, kosten die daar verbonden zijn. In het licht van de verschillende politieke visies. Mm -hmm. En dan wordt er beslissing genomen en ja. wordt er vastgesteld welke maatregelen getroffen moeten worden. Dat kan, daar kun je moeite mee hebben. Mm -hmm. Maar dat, degenen die die beslissingen nemen, moeten daarvoor verantwoording nemen. Ja. Ze kunnen ter verantwoording worden geroepen. Dat hebben we hebben nu gezien in de kinderopvang, uh, toeslag, ja. affaire waarin de staatssecretaris is afgetreden. Ja. Moet zich verantwoorden. Ja. Um, ook bij de verkiezingen. Hier is geen enkele verantwoording mogelijk. Nee, dus in die zin is het ook gewoon... ook om die reden ja. een inbreuk in de democratie. Omdat. Uh, we hebben dan ook nog. Ik maak nu een sprongetje. We hebben een, nog een andere zaak. Wat diverse andere zaken, niet ja. heel veel. Uh, waarbij ook van ditzelfde burgerwetboek artikel gebruik is gemaakt. En dat gaat met name over de rookruimtes. Uh, er is een, een actiegroep tegen het roken, kun je zeggen. Ja. En die is erin geslaagd om via dezezelfde route het gelijk te krijgen. En. Uh, en dus worden de rookruimtes in cafés gesloten. Nu weten we dat, dat dat ongeveer in lijn ligt met wat de staatssecretaris Paul Blokhuis. Uh, die, die is tegen alles wat mensen leuk vinden, kun je zeggen. Ja. Uh, in ieder geval, en dat past misschien ook een beetje in zijn ideologie en in zijn ja. geloof. Maar in ieder geval, het, is dus, uh, het zou kunnen zijn dat zo'n meneer Blokhuis denkt van nou. Uh, ik doe er helemaal geen voorstellen over over het sluiten van die rookruimtes aan de Tweede Kamer. moet ik het verdedigen, en dan moet ik op televisie komen en dan moet ik dan vertellen waarom. En dan moet ik een meerderheid verorganiseren. En misschien word ik zelf wel hier naar uitgelachen. Dus zo'n blokhuis die kan er geweldig veel belang bij hebben dat zo'n actiegroep tegen het roken via de rechter organiseert ja. wat meneer Blokhuis toch al wilde. U zegt het. Ja. Het is uh, net als bij Urgent, denk ik dat het bepaalde politieke partijen goed uitkomt dat de rechter er beslist. Want de politiek hoeft zich niet te verantwoorden. Nee. Die kan stellen, ja, een rechter heeft het voorgeschreven. Dan komt er het verhaal in een rechtsstaat voor uitspraken van rechters te worden uitgevoerd. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Precies. En die rechter hoeft zich niet te verantwoorden. Die kan volstaan met verwijzing naar de motivering ja. in zijn vonnis. Ja, nee, wordt zelfs geacht zich niet te verantwoorden behalve in het vonnis. Toch? Ja, alleen de motivering in zijn vonnis. En die is levenslang aangesteld. Ja. Dus de kritiek die. Eh, wie uh, beschermt de rechters, las ik in de Volkskrant? Ja. In een column. Ja, die zijn al beschermd. Ja. Je mag er dus geen kritiek uit. Maar, zo, de, nee, maar, dat wel, maar dat is wel een, een breed gevoelde stemming bij die talkshows en ja. zo zie je dat ook. Als daar als iemand langskomt die iets heeft gezegd over deze zaak bijvoorbeeld. Uh, dan wordt hij meteen uh, afgeknald, omdat uh, dat hij de rechtsstaat. Ja. Uh, omdat de, de rechtelijke uitspraak in het geding wordt gebracht, wat ermee de hele rechtsstaat in discussie gesteld. Ja. Uh, en nu kom ik op een heikel elementje, want we, we weten natuurlijk al een tijdje dat, uh, dat Thierry Baudet, die heeft, die heeft een begrip geïntroduceerd, dat voor de meeste mensen was dat nieuw, dat heet dan dicastrie. Dicastocratie. Dicastocratie, dat is eigenlijk de rechtersstaat. Hè? Ja. Die, uh, en dat heeft hij weer van iemand anders, uh, maar in ieder geval, uh, hij ageert daar nogal tegen. Mm. En, uh, en dat wordt ook erg fout gevonden op, in die talkshows en op de televisie, maar heeft hij misschien toch een punt? Ik denk zo dus dat hij punt heeft, ja. Okay. En hij moest zijn stand natuurlijk niet al te genuanceerd brengen, want als die, per verhaal komt, enerzijds, anderzijds, dan begrijpt niemand het. Mm -hmm. Je moet het wat um, ongenuanceerd, dat is eigen aan de politicus, dat mm. kan ook niet anders. Maar dat hij zulke kritiek krijgt, dat is, um, um, ja, hij heeft gelijk. Um, nou maar als ik het zelf zou verdedigen, zou ik allerlei nuances aanbrengen. Ja. Maar dit kan niet anders van een politicus. Dus als hij zegt dat we die rechtenstaten, dat we er op neer hebben, dan, dan blijkt dat bij uitstek uit deze uh, uitspraak van de Hoge Raad. Ja, en het blijkt ook hieruit dat als het gaat om rechtsbescherming. Uh, rechtsbescherming de afgelopen 20, 30 jaar is echt um, um, een stuk minder geworden dan, geworden dan die was. De hebben ze burgers. Van burgers, ja. ja. Dus uh, het, het bieden van individuele rechtsbescherming als je bij de bestuursrechter beroep instelt, de kans op winnen is nagenoeg nul. Ja. En je wordt aan allerlei eisen onderworpen die niet gelden voor overheden. Maar, da maar daarvoor geldt dan denk ik, uh, gok ik maar even. Uh, dat, dat, dat rechters er dan voor zorgen dat de overheden in een heel sterke positie staan ja, de, de, -positie de burger. Politie, ja, ja. Ja. Het, 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 het uh, wordt heel formalistisch afgedaan, dossiertje doorkijken. Ja, dat ja. klopt wel. Kortom, die hoge raadsuitspraak in de Urgenda kwestie is niet de enige reden om je zorgen te maken nee. over de rol van de rechters in ons rechtsstatelijk nee. bestel. Nee. Als ze maar een bescherming boden. Uh, dat die urgenda is ook daarom zo opvallend omdat de, de afgelopen twintig jaar de toetsing door Nederlandse rechters aan het Mensenrechtenverdrag en andere Europese. veel terughoudender geworden is. Ja, ja. Dus, uh, Tegen mijn beeld in bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus als. Ik heb het zelf uitgeprobeerd: um, ja. ja. een proefprocedure in een belastingzaak. Ja. Um, en de uh, uitspraak van het Hof en later hoger luidt dan. Dat is ook nog een. Ik had gesteld dat, um, laat ik heel concreet zijn, één huishoudens betalen tot ruim zes, zes keer meer belasting dan twee verdienende huishoudens met kinderen. Mijn stelling is, als je de vrijheid hebt in de rechtsstaat om je leven zelf in te richten als je wil, dan uh, moet dat geen financiële consequenties hebben. Dan moet dat natuurlijk... ...neutraal zijn. De staat ja, dan hoort... moet de staat niet interfereren... ...in het huishouden. Dat hoort zich neutraal op te stellen. Um, en als de staat dat niet doet... ...is er strijdig strijding met artikel 8. Ja. Is afgewezen door het Hof. En, terwijl ik zou denken dat... ...als iets een mensenrecht is, is dat een mensenrecht. Ja, ja. Maar goed, dat is een illustratie van het feit dat... Uh, ...dat Nederlandse rechters... Uh, ...lang niet altijd een beroep doen... ...op het Europees Verdrag van de Rechten van Mens... ...of de jurisprudentie van de rechtbank. Maar in... verwijzen... Verwerpen het beroep op uh, ja, het EVM. Ja, 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 ja. Dus dat is heel. De rechtsbescherming in het algemeen van de, van de burgers. is een stuk minder geworden dan die was. Minder ja. dan 10 of 5 procent van de zaken uh, ja. krijg je gelijk. Um, de, toets, de toetsing aan het EVM. is veel terughoudender geworden. Dus als je beroep mm. doet op het EVM. Is veel terughoudender geworden. Ja. En dan zie je die ingrijpende uitspraken, activistische uitspraken, juist ja. niet op het terrein van de rechtsbescherming. Ja. Dus wat ze normaal nooit doen. Dus of met heel weinig, namelijk de, de, de burgers via ja. Straatsburg beschermen, ja. uh, wordt nu, en dat is des uitzonderlijker dan, wordt wel uh, met een beroep, met een verwijzing naar het uh, Europese mensenrechtsverdrag en naar het ja. VN-Klimaatverdrag uh, doorheen gejast, kun je zeggen. En dat is ook de kritiek waar je straks over had op uh, de het Europese mensenrechtenhof, die zoekt die zaken eruit uh, ja. dat. Um, die een, ja, waarvan ik toch zeg dat is heel activistisch. Uh, ja, een lawyer's paradise, uh, dat noem ik Ja, dat, wel eens. Dus dat zijn geen beschermingszaken, maar dat zijn uh, zaken waarin je wilt gaan bepalen van uh, hoe, de, uh, ja, hoe de overheid. Waar, zou... Waarbij je machtsterritorium aan het uitbreiden bent, ja, eigenlijk. Ja, dat is het grote bezwaar tegen deze jurisprudentie, namelijk ja. dat je geen echte rechtscherm biedt. Het is dus op, uh, trouwens opmerkelijk, of eigenlijk niet opmerkelijk. Je zei: Als je in een talkshow het, het hierover hebt, dan uh, bodij het hierover eens. Mm -hmm. Dat is maar uiterst kritisch. Maar het is heel opmerkelijk. Dat in... Je mag eigenlijk die kritiek op de rechters nee. niet hebben. Maar in die kinderopvangtoeslagaffaire. Uh, uh, ja. heeft de Raad van State steeds die beslissingen van de Belastingdienst tot terugvordering afgedekt. Ja. Hele ruime toetsing. Dus klopt, 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 klopt. En ja. pas een paar dagen... En dus geen bescherming geboden aan de, nee. aan de slachtoffers. Nee, iedereen is echt schande wat de Belastingdienst gedaan heeft. Ja. Iedereen is echt schande. Maar de rechter heeft de, de nee. slachtoffers niet geholpen. Je, je, heeft, je heeft al die gevallen... Ge... Pas een paar dagen voordat de rapport van de commissie Donner uitkwam. Donner is, als je weet, de vorige vicevoorzitter van het ja, Verstaat. Ja. Maar dat heeft officieel hier niks met elkaar te maken. Maar niks toch... met elkaar te maken, ja. een paar dagen voordien... Uh, kwam de raad van staat met de bijstellingen van uh, zijn jurisprudentie, ja. uh, nuanceringen, et cetera. Zijn er toch korte lijntjes geweest, denkt u? Korte lijntjes zijn er geweest en um, men ging zich realiseren dat men zich belachelijk maakte door die jurisprudentie te handhaven. Ja, ja. Dus, dus wat u zegt is dat Donner een seintje heeft gegeven aan zijn ex-collega's ja. om nog snel even de fout uit het recente verleden goed te maken, omdat ze anders te kakker zouden worden gezet. Maar dat dit allemaal is geaccepteerd. Ja, ja. Ik hoor daar uh, 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 Ook door de Tweede Kamer, kennelijk. Nee. Ja. Je leest, je leest daar niets over. Nee, de prijs wordt betaald door die staatssecretaris die weg moet, maar dat, daar blijft het dan bij. Maar over, uh, geen woord over uh, uh, het later passeren door de Raad van State voor al die gevallen. Nee, nou goed, wat we nu toch een beetje zien is het patroon dat de rechterlijke macht een neiging heeft om dan wel de staat te beschermen tegen de burger. Toch? Ja. In, terwijl die burger juist mag hopen dat de rechtsstaat er voor zijn, in zijn belang is uh, ja. en misbruik door de staat te voorkomen. Uh, maar de rechterlijke macht juist uitzonderingen maakt, waarbij je kunt afvragen of het belang van de burger wel daarmee gediend is. Ja, ik las in een commentaar in de Vollerskrant daar stond. De rechter beschermt de burger, maar wie beschermt de rechter? Mm. Uh, van ziet ziet Citals ingelopen. Oké, okay, twee keer fout eigenlijk dus. En de rechter beschermt de burger. Ja, welke burger? Waarschijnlijk doel ze op de verlichte burger, op haarzelf waarschijnlijk. Een burger met specifieke opvattingen. Een specifieke opvattingen. Ja. Burgers die andere opvattingen hebben, die hebben een verkeerd bewustzijn, die moeten worden opgevoed. Ja. Uh, Ook dat heeft een marxistische component in zich, of niet? Ja, een marxistische component is dat. Ja, dus het, ja. het dwingen van diegenen die. Conditionering, de verkeerde opvattingen hebben, of ja. goede opvattingen te hebben. Ik was het helemaal niet van plan om te vragen, maar ik kom nu zo we weg op het thema. of de rechter zich ook niet direct bemoeit met onjuiste opvattingen van politici. We hebben natuurlijk in de jaren 80 en 90 meegemaakt dat je mocht, je mocht niet zeggen dat je tegen de multiculturele samenleving was. of dat je die zou afschaffen als je de gelegenheid had. Hans-Jan Maat is nog eind jaren 90 ja. veroordeeld, ook in hoger beroep weer veroordeeld. Uh, zelfs nog ongeveer op het moment dat politici zelf die multiculturele samenleving afwezen. Ja. Maar kun je daar ook spreken van dat er een specifieke mindset in, van een deel van de samenleving uh, in de rechterlijke macht was gaan zitten. Waardoor ze zich gebruikten, ja, gebruikt konden worden als instrument om een collega, concurrent politicus uh, uit te schakelen. Uh, ja, je hoort bepaalde... Ik, ik, ik zag, ik heb dat vonnis in zaken Wilders ging over die Marokkanen uitspraak. Ja, dat... niet, niet uitgebreid gelezen, mm -hmm. maar ik, ik, Wat zou nu een hoger beroep loopt. Ja, ja. ik zag twee woorden. Uh, pluralisme mm -hmm. en tolerantie. Mm -hmm. En... Um, tolerantie, denk ik dan, en ja. dan citeer ik een Franse filosoof, ik ben even naam kwijt. Um, de tolerantie is verworden tot tolereren van de eigen tolerantie, tolereren mm -hmm. van eigen opvattingen. Mm -hmm. Pluralisme, ja, um, vrij monistisch zoals de rechtelijke macht ja. in dit soort zaken opereert. Uh, je... zijn nou, specifieke opvattingen bedoel je. Specifieke opvattingen, ja. ja. Opvattingen die, 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 uh, die onjuist gevonden ja. worden. Je hebt ooit eens dus, um, um, geschreven over Um, Kudde is, geloof ik. Hè? Ja, ja, in, in, de, in de onder hoger opgeleide universiteiten. Ja, onder hoger opgeleide. Ja. En het is, ja, als je vooruit wil komen en, um, in de universitaire wereld, in de rekkelijke wereld. Ja, dat pas je aan. Ja. Het is... Ja. Het, het is, het is uh, Sociale stijging gaat, gaat, ja. gaat gepaard met verlies van eigen inzichten. Het hebben van de juiste opvattingen ja. uh, is wel nodig. Het zijn waarschijnlijk dingen die die als je gericht bent op, op, op een carrière, je niet echt realiseert. Gebeurt, het gebeurt snel onbewust. En ja. um, ik vind die, je kent waarschijnlijk het die, die, boek van de aanleiding van het proces over Eichmann. Mm -hmm. Hanne Aren die had over de banaliteit van het kwaad. Mm -hmm. Kijk, dat is in een samenleving, als dingen niet kloppen, kun je denken van ja, ik heb er last van. Of als ik me mee ga bemoeien en er iets over ga zeggen aan mijn carrière schaden, dat is de banaliteit van het kwaad. Mm -hmm. de dingen die verkeerd gaan, de slechte rieken, daar zijn er maar een paar, maar het later gebeuren van dingen, daar mm -hmm. niks van zeggen. Dat is, erg, dat is eigenlijk het echt kwalijk, hè, die je ja. dingen laat gebeuren. Dat is, dat, is, dat, is, dat, dat is natuurlijk ook wat je ziet in de wetenschappelijke wereld en ook in de echte macht. Ja. Het probleem van, de, van de, de, nou de rechterstaat, of hoe je het wilt noemen, ja. is dus breder. Maar we gaan toch even weer terug naar het, uh, de, uh, de Urgenda-uitspraak. Ja. Uh, en kijk, op één punt ben ik dan geneigd om de rechters voor een beetje in bescherming te nemen. Uh, tegen de kritiek. En dat gaat op het punt van dat artikel van het burgerwetboek. Je kunt niet zeggen dat de rechter niet uh, uh, Urgenda... Ontvankelijk klaar. Ik bedoel, de het is de wetgever geweest, het lijkt mij, die de fout heeft gemaakt. En, en, uh, toch ook een beetje activistisch misschien, maar de wetgever is, is geweest ja. die, die dit mogelijk heeft gemaakt dat de Hoge Raad hier uit de bocht vliegt. Dus op dat punt. En, trouw, en, punt. en trouwens de rechtbank en het ja. Hof daarvoor ook. Toch? Er zijn wel twee. Uh, het is opmerkelijk dat daar niks over gezegd is. In. Ja, niet opmerkelijk. Er staat sinds een aantal jaren wel in de wet. Het is natuurlijk vooral gedacht aan uh, organisaties die in schadeclaims uh, indienen. Ja. Maar dat geldt dan ook voor dit soort organisaties, voor uh, Urgenda bijvoorbeeld. Dat ze voldoende representatief moeten zijn. Ja. Dat, is dat, zou, dat, zou, je tenminste, dat zou redelijk zijn. Er staat, staat in de red. Oké, okay, maar niet in dit artikel, toch? Nee, in artikel staat sinds een aantal jaren staat in artikel 3, okay, 3 of 5. Okay. Nou, maar dat, en 5. En dat is helemaal dat, niet in de gekomen. Nee, totaal niet. Nee. Nee. Maar komt dat misschien, een kleine messaging misschien, omdat... Uh, omdat er beide, onder die rechters of in een deel van de samenleving het zo duidelijk is dat wat de agenda nastreeft goed is. Ja. Dat het goede mensen zijn met goede opvattingen. Het wordt uh, representatief ge geacht. Dan, dan, dat staat eigenlijk boven de representativiteit, zou je kunnen zeggen. Ja. Toch? Het opmerkelijk is wel dat de staat in, haar verweer, in zijn verweer daar geen um, verhoudende werk van gemaakt heeft. Dat is... ja. Opmerkelijk of niet opmerkelijk, want als je, je zou kunnen denken dat men een zaak geen willen verliezen. Maar dan kun je verwijzen naar het onderbouw van maatregelen, dat, 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 dat de rest van de Hoge Raad. Het verweer van de staat. Nou, Je zou in ieder geval kunnen vermoeden dat er elementen zijn bij de ja. staat of bij het kabinet of bij ministeries die denken van nou, het komt er eigenlijk ons helemaal niet zo slecht uit, want wij vinden eigenlijk ook wel dat die 25% in 2020 de ja, doelstelling moet zijn. En er is een bepaling in de, in de hele oude wet, wet de algemene bepalingen. Artikel 12. En daar staat heel kort gezegd in dat de rechter alleen maar uitspraken mag doen die gelden voor de partijen. De betrokkenen. De betrokkenen, ja. En um, de rechter mag geen algemene verordening uitvoeren. Dat is puur strijdig met wat hier gebeurt natuurlijk. Ja. Um, maar wat hier gebeurt is puur strijdig met die bepaling. Ja. Ja. Opmerkelijk is dat daar nauwelijks woorden aan worden gewijd in het advies aan de uh, ook Raad of ja. heel gauw langs gefietst. En voor het overige wordt er ook heel weinig over geschreven. Als ik er iets over zeg, dan hoor ik. dat ja, is een dode letter. Wie ja, bepaalt dat het een dode letter? Ja, is. Ja, ja, ja. Dat is, zijn degenen die. Dat is dat selectieve waarneming, zou ik zeggen. Selectieve waarneming is dat. En ook al zou het uh, geen dode letter zijn, wordt daar gezegd. formeel is het niet de strijd met artikel 12, want die uitspraak geldt alleen maar tussen de staat en de agenda. Ja. Uh -huh. Dat is het, niet de strekking, de strekking van die bepaling is dat de rechter zich moet bezighouden met concrete gevallen ja. en dat uh, hij niet hij het aan de regengever, de wetgever is om te bepalen wat algemeen, algemene regels moeten inhouden. Ja. Dat is heel, heel selectief, u, u, u gebruikt naar nou het woord, ik vind het ook heel selectief in de commenta juridische commentaren op. Ja. Op, op dit soort aanspraken? Zou het zo kunnen zijn dat er gewoon angst bestaat in de samenleving, ook in de juridische sector, om, laten we zeggen, als spelbreker op te treden. En gewoon alles wat wij hier kunnen bedenken, dat kan iedereen bedenken die wel eens die, 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 die een beetje goed oplet, laat ik zo zeggen. Uh, maar je hebt, ik heb nog helemaal niets. Terwijl we hier spreken, hebben we nog geen enkele vooraanstaande uh. staatsrecht of uh, met. Serieuze kritiek zien leveren op deze hele procedure he? en op de inhoud. Dat is toch Wat, uh, er is veel... de angst om buiten de boot te vallen? Nou, uh, um, ik heb in toenemende mate gemerkt dat de critici die worden ingehuurd om ergens commentaar op te leveren, dat zijn de standaardcritici. Juist. Um, die leiden in feite tot de bevestiging van de hoofdlijn. Ja, het, uh, op dit agenda-arrest zijn ook commentaren geleverd. Um, maar niet heel principieel. Niet ten gronde? Niet, niet ten gronde. En dat ja. artikel waar u het uh, straks over had, in het Burke-Bendboek. Ja. hebben ze niet eens gezien. Nee. daar zijn ze niet bij Terwijl het de basis is van deze hele Terwijl gang het van zaken. de dag. basis. Heel ja. opmerkelijk. Wat, wat, wat moet er nu gebeuren? Is, wat, is er, uh, het zou toch ook treurig zijn als het alleen maar aan Thierry Baudet overgelaten moet worden om kritiek te hebben op uh, provocerend of niet provocerend, ja. of misschien heeft hij helemaal gelijk, dat weet ik allemaal niet. Uh, dat zou toch een taak moeten zijn voor de Tweede Kamer. om de volksvertegenwoordiging toch. om, uh, om de rechtsstaat en de democratie te dienen. en op zijn minste zeggen dat dit artikel uit het burgerwetboek weg moet. Nou, u zegt het. Ja. Ja, dat is misschien het, nog het meest opmerkelijke. dat niemand het erover heeft. Nee. En waarschijnlijk wordt dan. als je het in, in de krant zou willen brengen. nou dan zou je te technisch. Dat heb ik ja, al ja. gezegd, hè? de technisch. ja. ja. De of niet relevant, niet. horen we net. Niet relevant. Of, of uit de tijd. Uit, uit de tijd. Ja, ja. Dat, dat hoor je heel vaak. Ja. Dat snappen de mensen niet, of dat willen de mensen niet. Nee. Het uh, is te ingewikkeld. Of zo werkt het recht niet, zo gaat het werkt recht niet te werken, zou ik zeggen. Zo? Nee. Het is um, al heel gauw zo dat zaken te ingewikkeld worden gehad. Je hebt TikTok-shows op televisie. Mm -hmm. Het is allemaal gebabbel. Mm. Maar voor, maar, voor, maar voor mensen die specialisten op dit vlak, zou het feit dat dingen ingewikkeld zijn, geen reden mogen zijn om er geen opvatting over te hebben. Dat klopt, ja. ja. Dus dat is vrij Maar treurig. Het is natuurlijk vrij, polderen gebeurt ook in de, in, 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 in de wetenschap, ook in ja, de rechtswetenschap, zeker in de rechtswetenschap. Consensus de... is het belangrijker dan de waarheid, um... volgens die gedachte. Kijk, um... Consensus is belangrijker dan het recht. Consensus? Nou, mensen niet tegen de schenen willen schoppen. Ja. Um, je, zit, je treft elkaar voortdurend um, in congressen, in, in tijdschriften. Wordt wel een beetje zijn. gezellig blijven. Ja. Um, um, staatsrecht, hoogleraar en staatsrecht, die zullen heel gauw op het einde van de carrière uitrollen. Ja, ja. Bij een afdeling adviseringen van de Raad van Staten. Ja. Uh, hoogleraar bestuursrecht, die zullen heel gauw uitrollen. En onze serie handels met en katalijntjes. Ja. ja. Wat ik was zat te bedenken, wat, uh, een vrij cruciaal element nog, uh, wat we zeker moeten bespreken, is. Ja. Kijk, dit is nou de, de definitieve uitspraak van de Nederlandse rechter. Ja. Er is geen beroep meer mogelijk. Dit was al geen beroep in die zin. Dit was, het kon alleen nog vernietigd worden in Cassatie. Ja. Uh, maar we hebben toch hetzelfde Europese Hof van de Rechten van de Mens. Ja. Of misschien ja. zelfs het uh, Hof, uh, de Europese Hof in. Uh, nou ja, vooral dat Hof, denk ik, zou in principe toch in aanmerking moeten komen. Om deze uitspraken uh, in ieder geval uh, ja, om te toetsen, om te kijken of de mensenrechten niet in het geding zijn. of de bevolking van Nederland niet op valse gronden wordt opgedragen. om grote kosten te maken voor iets dat, uh, waarvan de relevantie ook voor het weer en het klimaat zeer beperkt is. Ik zeg maar wat, bedoel, er ja. moet toch een procedure denkbaar zijn. waarbij deze Hoge Raad, uh, uitspraak, de Cassatie-uitspraak. maar ook de gerechtelijke uitspraken eerder. Uh, dat die in Straatsburg uh, aan de recht worden voorgelegd. Ik heb er natuurlijk over nagedacht. Ik moet beginnen met de opmerking. dat. minder dan 1% van de klachten die worden ingediend. Ja. in Straatsburg ontvankelijk worden geacht. Zeker. Ze dus worden heel makkelijk worden zo opzij geschoven. Ja. Dan is de vraag. Uh, wat voer je aan? Ik gaf een mogelijkheid, net. Ja, ja, dat is dan inhoudelijk. In, in, ja. welk. Mensenrechten is geschonden. Ja. Mensenrechten... Uh, nou, belangen hebt, van al die mensen die geen uh, ja. donateur van Urgenda uh, nou, zijn. Je hebt um, het recht op, um, om je aan te sluiten. Het recht op vereniging, de, uh, je hebt de verenigingsvrijheid. Ja, grondwet. Ja. Je hebt, maar je hebt ook de negatieve verenigingsvrijheid. Ja. Dus je kunt niet gedwongen worden. Precies. Eisen mee te doen. En je zou kunnen volhouden dat al die Nederlandse burgers... Die beweerlijk door agenda werden vertegenwoordigd. Dat die tegen hun wil, tegen hun zin. worden meegetroond. Ja, en dat zou je misschien kunnen aanmerken als een aantasting van um, het recht om zelf te bepalen waar je lid van. Uh, ja. waar je aan weer meedoen. Okay. Het zou maar zijn, de, maar, dus, maar dus in ieder geval, er zijn diverse routes denkbaar. En die is denkbaar, ja. Eh, waardoor je in, in Straatsburg op basis van hetzelfde Europese verdrag van de rechten van de mens. Ja. en de jurisprudentie die eraan hangt. Eh, vindt dat je mensenrechten, in mensenrechten op zich tekort bent gedaan. Maar nou, wat ik zeg, pas op, want um, um, de kans dat je ontvankelijk wordt geacht, zeer klein. Oké, okay, maar dat, 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 dat wordt. Uh, laten we zeggen, de positie van de burger, wat dan nog verder ondermijnt, ja. kun je zeggen? En Alleen dan, al om, om, om zijn uitspraak uit te lokken. Ja. Maar goed, uh, we lopen nu vooruit op dingen die misschien helemaal niet gebeuren. Maar wat al, al, uh, waarom ik die vraag stel, is omdat we, er is nog een kiertje wil ik wel zeggen. We hebben onszelf aangepraat, uh, tot dusver in Nederland, uh, dat dit een definitieve uitspraak is. Dat het kabinet eraf gebonden is. Dat hij binnen een jaar uh, allemaal maatregelen moeten nemen van niet weten welke dat zijn. Uh, maar dat staat nog niet 100% vast, om de eenvoudige reden. Nee. Dat we... Maar het is maar. Een tiny bit. Tiny bit, oké. Okay. Ja, maar um, ik, dus er is hoop. Op het als je ja, het zo wilt bekijken. Ik heb zijn afwijzing gezien en niet, niet de verklaring. Een tijdje geleden. Ik had het er straks al. Laten, laten we niet vergeten dat voordat de agenda, dat moet ik de agenda nageven. aan deze actie begon. stond ook niet vast dat ze zoveel succes zouden hebben, toch? Nee. Dus, uh... Ik denk dat er wel sprake is geweest van behoorlijk groepsdenken. Binnen de Hoge Raad. Nee, nee, zeker. Maar goed, daar uh, heeft urgent Ur van kunnen profiteren. Uh, maar misschien zijn het, er komen andere tijden. Ja. Wat ik zou wensen is dat uh, minder volgzaamheid wat dit soort ontwikkelingen betreft, gewoon ja. ook in de in de wetenschap. Ook in de, en dat iedereen gewoon zijn eigen verstand weer gebruikt. Uh, en dat uh, wat de rechtspraak betreft... Dat de rechter zich meer zou bezighouden met zijn core business. Dat was namelijk geen individuele rechtsbescherming, het opkomen, het zorgen dat burgers niet uh, in de, de knel raken. Precies. En dat, dat is de rechter primair ja. voor. En die van tijd, maar hadden we het al over, die is er uh, niet. Ja, en dat dat niet gezien wordt, dat is toch. kan alleen maar te wijten zijn aan een grote onbekendheid ja. van degene die. Misschien komt het ook omdat de wetgever, en dat is in eerste plaats de Tweede Kamer, ja. eh, daar onvoldoende over heeft. En misschien zou hij ook dus een beetje naar zichzelf moeten kijken in dat opzicht. Nou, u zegt het, ja. Ja? Maar Ik kan vallen. dat niet ontkennen. Oké, okay. oh, ja. dan houden we het er vandaag mee op. Maar ik denk dat we er nog een keer op terugkomen. Oké. Okay. dank. Dank u.